Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, waar is premier Rutte? Het was premier Rutte die al deze ellende over ons af heeft geroepen met de Turkije-deal. Vele miljarden werden eraan Turkije betaald. En ondertussen is de instroom van asielzoekers nog steeds enorm hoog met 30.000 per jaar. Premier Rutte heeft een strategische fout gemaakt om Erdogan te vertrouwen. Mijn partijleider Geert Wilders heeft hem hier jaren geleden al voor gewaarschuwd. Maar Rutte wilde niet luisteren. En kijk nu eens naar de ellende die het ons heeft gebracht. Ik vind het eigenlijk ook te gek voor woorden dat we hier nu met mevrouw Broekers-Knol zitten te debatteren, terwijl Rutte zijn neus drukt. Ik wil dan eigenlijk ook een ordevoorstel doen om de premier hier, nu, naar dit debat te halen. Hij heeft deze problemen veroorzaakt en dient daarover tegen de Kamer verantwoording af te leggen. Dus bij deze, voorzitter, ik zou graag de premier bij dit debat willen betrekken. Dus een ordevoorstel. Ik vraag reacties van de collega's. Mevrouw van Torenburg. Ja, voorzitter, allemaal interessant, maar als we dat serieus hadden willen overwegen, hadden we dat gewoon vanmiddag in de procedurevergadering moeten horen. Ik kan niet nu op stel en sprong een minister-president ergens bij vragen. Dus alleen al om de vorm, voorzitter, kunnen we daar niet bij akkoord gaan. Ik sluit me daarbij aan, voorzitter. Ik zie geknik, dus dat betekent, meneer Van Dijk, dat u geen meerderheid heeft voor uw voorstel. Ja, voorzitter, ik had het niet anders verwacht. Coalitie en de VVD doet natuurlijk alles om de heer Rutte uit de wind te halen. Ja. Dit is wel een beetje sneu, want als de heer Van Dijk vanuit de PVV serieus vanmiddag dit aan de orde had gesteld, dan hadden we dat kunnen overwegen. Dus ik krijg nogmaals dat het om de vorm is waarop ik dit niet kan steunen. Dus het is gewoon een pogingje om nu een leuke sier te kunnen maken en zeggen, ik heb iets gevraagd, maar dat lukt niet. Dit is te goedkoop, voorzitter. Helder. Ik vind het heel jammer. Dan is het punt nu duidelijk gemaakt aan beide kanten en dan vervolgt de heer Emiel van Dijk zijn betoog. Pardon, ik heb nog niks gezegd. Het kan zijn dat de minister-president dit heel graag niet wil missen en dat hij aan de buurt is. We kunnen hem toch even bellen als het hem schikt. Nee, voorzitter, dat ben ik zelf. Dat heb je altijd, hè? het is in duidelijke meerderheid is het afgewezen, zeg ik ook tegen de heer Hiddema. De heer Emiel van Dijk vervolgt zijn betoog. Ja, voorzitter, ik begrijp het volkomen dat het geweigerd wordt. Als men niet op de inhoud wil debatteren, dan gaat het altijd om de vorm. De heer Hiddema moet even zijn microfoon uitzetten. Dus ik vervolg mijn betoog, maar ik begrijp dat het wordt afgewezen door de coalitie. Dat is correct. Gaat u verder met uw betoog? Als men niet op de inhoud wil debatteren, dan gaat men het over de vorm hebben, zoals collega van het CDA zojuist dit. En ik snap het ook wel. Hoogstwaarschijnlijk zit premier Rutte nu al op het vliegtuig naar Erdogan om bij Erdogan op schoot te kruipen. Maar goed, als gevolg van Rutte's strategische fout en zijn open grenzenbeleid zijn er bijna meer dan 500.000 niet-westerse allochtonen naar Nederland gekomen de afgelopen jaren. We hebben vele overlastgevende asielzoekers die door deze staatssecretaris niet in Nederland worden uitgezet. En we zitten dus nu met een land dat overspoeld wordt door gelukzoekers. Er komen zoveel mensen binnen dat de asielzoekerscentra vol zitten. En dat er zelfs opvang in sporthallen en dergelijke wordt geregeld. En ondertussen wil de VVD dat de Europese Unie met Erdogan blijft praten. Leren ze dan nooit van hun fouten, voorzitter? Erdogan heeft de islamitische poorten opengezet en vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden migranten, bijna allemaal moslims, die zijn op dit moment vanuit Turkije onderweg naar West-Europa, waaronder dus ook Nederland. Allemaal dankzij onze premier. Ik heb dan eigenlijk ook geen vraag aan de staatssecretaris, maar wel aan al de mensen thuis die naar dit debat kijken. Reken af met Rutte 3. Stem deze oplichtersbende van Rutte weg bij de volgende verkiezingen. Als je wilt dat Nederland weer voor de Nederlanders wordt en dat we ons eigen land boven het buitenland plaatsen, stem dan op de PVV. Dat was mijn betoog, voorzitter.